Het telesuurkantoor Noord is vanaf gisteren gesloten. Volgens directeur Mike Antonius is het kantoor uit voorzorg gesloten. In deze periode wordt het kantoor ontsmet en volledig gereinigd, waardoor het maandag weer opengesteld kan worden. Antonius vertelt waarom het kantoor gesloten moest worden. Omdat we er niet van op de hoogte waren dat mensen in verplichte quarantaine bandjes om hun polsen meekrijgen. En zo iemand heeft het kantoor bezocht, is uit de verplichte quarantaine gegaan, heeft het kantoor bezocht. En achteraf zijn wij via een klant hierover geïnformeerd. En nadat wij dit vernomen hebben, hebben wij uit voorzorg het kantoor gesloten. Omdat we niet natuurlijk alleen onze medewerkers, maar ook klanten niet in een lastige situatie willen hebben. Dus onze medewerkers zijn van het filiaal Noord, die zijn thuis voorlopig. Hebben hun ook uit voorzorg in quarantaine thuis geplaatst. En waar wij natuurlijk voor zorgen is dat wij, we hebben deze persoon inmiddels kunnen tracen. En deze informatie zal door ons meegespeeld worden aan het NCCR, zodat er gepaste maatregelen getroffen kunnen worden tegen deze persoon. Het is belangrijk dat we in deze periode de instructies van de autoriteiten volgen, opvolgen. Maar het is ook belangrijk dat de desbetreffende instanties zo volledig en duidelijk mogelijk ook naar ons als bedrijven, als organisaties informatie verstrekken, zodat wij ook gepaste maatregelen kunnen treffen. Want als wij het wisten, hadden we er natuurlijk op gelet en hadden we de persoon geen toegang gegeven op het filiaal. Dus nu is de instructie, neem ik aan, naar alle andere telesuurafdelingen. Komt iemand met een bandje? Maar weten we om welk bandje het gaat? Dus heeft het een kleur of zo? Nou, wij hebben de informatie opgevraagd. Ik heb een bandje gezien, maar het leek mij wel handig om dat eerst te krijgen vanuit de officiële instanties. Dus ik wil daar liever nog niet iets over zeggen. Maar zo gauw we die informatie dan ook officieel ontvangen, dan gaan wij dat doorgeven naar de filialen. Maar vooralsnog gaan we er wel voor zorgen dat op de overige filialen we een extra controle gaan toepassen. Antonius doet een dringend beroep op de mensen in verplichte quarantaine om zich vooral te houden aan de instructies van de autoriteiten. Hierdoor kunnen wij met z'n allen ervoor zorgen dat de risico's binnen de samenleving verminderd worden. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid. En ik wil een beroep doen op die eigen verantwoordelijkheid, maar ook het respect voor je medemens. Om juist, zeg maar, in deze periode jezelf te houden aan deze regels, blijf thuis, volg de instructies van de autoriteiten en zeg maar, laten we elkaar zeg maar, in deze periode extra die steun geven, zodat wij met z'n allen op korte termijn uit deze situatie kunnen komen. Steun kunnen we geven als je weet dat iemand in verplichte quarantaine is. Probeer zoveel als mogelijk de persoon te assisteren door boodschappen te doen, door allerlei andere dingen te doen voor de persoon, zodat de persoon niet uit huis hoeft. Maar het is erg onverantwoord om het huis te verlaten terwijl je in verplichte quarantaine bent en anderen, zeg maar, een risicovolle situatie te brengen. Vooralsnog is het heel erg onder controle bij ons. Wij hebben erg veel maatregelen getroffen ter bescherming van onze medewerkers en ter bescherming van onze klanten. Al enige tijd is het zo dat er maar 5 personen mogen op het filiaal van ons. En wij gaan dat zo absoluut zo voortzetten. Een punt dat ik erbij wil vermelden is, juist vanwege het feit dat de hulpverleners een beroep doen op de gemeenschap, als je grieperig bent of verschijnselen van griep vertoont, ga niet naar de dokter, maar bel. Ervaren wij een extra verantwoordelijkheid om onze dienstverlening
zo optimaal mogelijk te hebben, juist in deze dagen. Dat is de reden waarom wij onze filialen nog open houden. Dat is de reden waarom wij voornamelijk zoveel als mogelijk aan onderhoud proberen te doen in deze periode. Maar laten wij alsjeblieft ook naar de verantwoordelijkheid die wij nemen, laten vooral deze mensen ook rekening met ons houden. Want wij willen niet dat geen enkele medewerker van Telesuur gevaar loopt. Telesuur-directeur Mike Antonius over de sluiting van het kantoor Noord. Het filiaal wordt maandag weer opengesteld voor het publiek.